Met ten speelgoedboerderij leveren natuurlijk miniatuurstallen, kleine stallen. Dan heb je het over een kleine melkstal, heb ik hier eentje. Bijvoorbeeld van een echt hele kleine melkstal. We zijn hier in Ierland, Duitsland. En wat ik niet verwacht had, hebben ze eigenlijk heel erg grappig tegenover daar in de verte. IJskwautomaat, laten ze hier gelijk zien waar de melk vandaan komt. Er staat dus hier uit een melkput, één stans. Wel een systeempje dat ze mooi ingelaten kunnen worden met dus een borsteldracht, wat je kunt zien. En daarachter lopen een paar koeien. Ik weet niet precies hoeveel ze melken. Maar het is wel een heel mooi voorbeeld. Waarin ze zelfs hier uitleggen wat er allemaal gebeurt op de boerderij. Weer dus een keer naar een pretpark toe. Waar dus meer is als alleen maar pret. Hoewel het natuurlijk ook leuk is. Ik vind het een heel mooi voorbeeld hoe je dus ook met educatie aan de slag kunt gaan om kids te laten zien wat er eigenlijk gebeurt op de boerderij. En zo direct gaan ze ook daadwerkelijk, volgens mij lopen 2, 3, 4 koeien, gaan ze uiteindelijk melken. Bij Ierland dus, in Duitsland. En Eestand, Delevalstal.